Frederik, dank je wel dat je bereid bent gevonden om ons een interview af te staan voor de lokale televisie van Amsterdam. Voor velen ben je gewoon een bekende Nederlander, nog steeds. Was een bekende Nederlander. Ja? Ik was ooit een kwart bekende Nederlander, zover ben ik gekomen. Okay. En nu ben ik een... Want ik doe bijna geen televisie meer, maar sommige mensen kennen me inderdaad dan nog van... De Fabriek, ja. De Straat 10 en dan weer wat later Bureau Kruislaan, Unit 13 en Medisch Centrum West. En daarna, als het over film en televisie gaat, los van Pastorale, 1943. De jongeren, die zien mij nog wel eens als inspecteur Jankers, ja. In Sinterklaasfilms. Oké. Okay. Ja, dus ik ga dan wel eens naar de kerk op zondag natuurlijk. Ja. En dan zijn de kleine kinderen die zeggen, Jankers. Oh, sorry. En dat is dan... Leuk. Ja. Ja, ik herken het gezicht nu wel. Ik moest via een gemeenschappelijke kennis... We zitten al 5 minuten tegenover elkaar en ja, daarom, eindelijk herken daarom. Je me. Ja, ja, maar ik wou je gewoon bemoedigen. Nee, maar. Nee, helemaal niet. Ben ik echt oud geworden. Als je zelf 5 minuten over hebt gedaan. Oké, nou goed. Oké, okay, nee, ja. Is goed. Maar het is ooit begonnen, Frederik, natuurlijk. Kun jij iets vertellen over je jeugd? Ben je met het geloof grootgebracht? Nauwelijks. Wij dat wil zeggen niet. Ja, dat is niet. Ja, mijn Nederlands hervormd, zou je kunnen zeggen. En ik had op school, ging het allemaal niet zo vreselijk goed, want ik had weinig concentratie en bleef in de eerste klas van de lagere school al zitten. Ik herinner het moment nog heel goed. Ik zat in de bank, de eerste klas, de eerste 2-3 dagen van de lagere school. En die juffrouw was heel erg lief. En ze was een beetje sexy, maar dat woord kende ik niet nog, maar ik vond er wel... Ja. En toen zei ze, letterlijk weet ik dat nog, en 1 en 1 is 2. En toen, letterlijk, toen, klapte er iets in mijn hoofd. Ik kon dat niet. Waarom nou 1 en 1? En echt letterlijk, daar is iets, misschien tot op de dag van vandaag, dat zou nog kunnen, is iets stil blijven staan. Ja. En dus het eerste jaar blijven zitten en moeizaam en moeizaam. Mijn moeder was onderwijzer en moest op een gegeven moment ingrijpen omdat mijn vader... heel bijzondere man, hele erudite man, maar raakte de lijn van het leven een beetje kwijt. Begon steeds meer te drinken. Hij is op heel late leeftijd, boven de 50, is hij nog sociologie gaan studeren. En dat is ook op een bepaald échec afgelopen. Ook niet zo best was dat allemaal, daar komen we straks misschien nog op. Maar, en daardoor is mijn moeder ook, moest in het onderwijs gaan. En daardoor ben ik terechtgekomen, omdat ze daar lerares werd op de... Voor de mensen die dat nog wat zegt, de werkplaatskindergemeenschap, de Kees Boekenschool in Beeldhoven, was een heel bekende school, omdat daar zo'n beetje alle prinsessen met Beatrix aan het hoofd op school gezeten hebben. Die zijn ja. Op een gegeven moment weer door Bernard ervoor afgesleurd, want het was te frivool. En, ja. Dus mijn moeder die heeft wel die basis gegeven van zekerheid, van geld en van inkomen. Maar omdat het op school slecht ging, ik blijf zitten, kreeg ik een man, het werd een beetje mijn pleegvader, Jan van Hattem heette die, en die had zwaar reuma en was dominee met emeritaat, dus met pensioen. En die praatte nooit met mij over het geloof, achteraf gezien, ja, vind ik dat misschien wel jammer. Misschien was ik eerder tot het geloof gekomen, weet ik niet, had het er nooit over. Maar... Hij was dol op toneel, dol op theater en begon en deed altijd aan binnen de Nederlandse Hervormde Kerk in Beeldhoven aan lekenspel. He, dus voor de mensen die dat niet weten, dat zijn leken die dan toneel spelen in de kerk, maar altijd naar aanleiding van het evangelie. Met Kerstmis bijvoorbeeld, de ster van Bethlehem, ik weet niet of je dat kent. Ja, het verhaal wel. Nou ja, nee, ik bedoel het stuk het van stuk, Nijhoff, nee, Martinus nee, Nijhoff. Nee. Dat stuk is geschreven, dat is door honderden kerken is dat opgevoerd in de loop der jaren. En het stuk is ontstaan tijdens de oorlog. Oké. Okay. En het is ook zo geschreven bijna dat de Duitsers daar niks van konden zeggen. Want Herodes, de verdrukking, alles komt daarin voor wat je zou kunnen relateren aan de bezetting. Ja. En dat is door heel veel acteurs die niet meer mochten optreden, is dat in kerken mocht dat dan wel, hebben dat gespeeld. En daar mocht ik ook aan meedoen. En
was ik heel klein, dus ik herinner me nog heel goed. Dus geen zondagse kerk, nee. Dat maakte ik niet mee. Maar bijvoorbeeld met kerst was het zo van herdertje 1, ja. Volgend jaar herdertje 2, ja. Herdertje 3, herdertje 4, koning 1, koning 2, koning 3, de zwarte koning, whatever. En toen heb ik nog wel, toen was ik geloof ik 14 of zo, toen heb ik nog de moeilijke rol van, vond ik toen erg moeilijk. Ik vond ook niet dat ik het zo goed gedaan had, van Herodes gespeeld. Ja. Dat is natuurlijk best een zware rol, een prachtige tekst, een prachtige monoloog is dat. Ja. En daarna heb ik met Pasen, dat herinner ik me ontzettend goed, heb ik gespeeld Longinus. En jij bent natuurlijk de dominee, jij bent de man van de Bijbel. En Longinus, weet je dat wie dat is? Nee. Aha. Nee. Het staat niet in de Bijbel, maar ik weet niet, in bepaalde kringen is dat de naam geworden voor de soldaat die Christus doorstoken zou hebben. Okay. Om te kijken of die werkelijk niet meer leefde. Dat is natuurlijk heel dramatisch. Ja. En in dat verhaal, dat heette Good Friday, Goede Vrijdag, prachtig stuk van John Masefield, mocht ik spelen de soldaat die bij Pilatus komt. Dat is natuurlijk allemaal fantasie. Mm-hmm. En Pilatus heeft dan al, de doodstraf over Christus uitgesproken. Dus de kruisiging is al voorbij. En hij heeft al last van, maar dat staat wel in de Bijbel, van zijn vrouw. Die maar zegt dat ze droomt en gedroomd heeft over ja. Deze kruisiging. En dan in het verhaal, vind ik prachtig geschreven, komt dan die hele jonge soldaat, die komt binnen. En die gaat Pilatus vertellen, ik weet wie deze man werkelijk was. Ja. En dat heeft altijd heel veel indruk op me gemaakt. En wat ook wel ontzettend, omdat je vroeg van, ben je met het geloof opgevoed? Ik denk dat er nog iets is, zoals dat 1 en 1. Dat is een beetje hoe mijn bewustzijn werkt. Ik werk, oh ja, dat is een moment. Ik weet nog dat diezelfde, God hebben ze ziel, Jan van Hattem, dominee met emeritaat, mijn regisseur, dat we s'avonds over straat liepen. En dan ging ik met de fiets, bracht ik hem naar huis. Hij had reuma, liep altijd zo een beetje met zijn stok. En toen zei hij, Freddy, waarom wil jij niet bij de kerk komen? En toen zei ik van, waarom? En tot mijn verbijstering, net als 1 en 1 is 2, ik weet dat moment, ik weet zelfs de boom waar we stonden. Ja. Toen zei hij tot mijn verbijstering, niet vanwege Christus, het geloof, Gods vrede, Gods innerlijk verschijnen in jouw leven. Dat is heel goed voor je maatschappelijk. Want via de kerk leer je de notaris, je kent hè, de notabelen heette dat toen ja, nog, ja, toen ja. Lang geleden. De notabelen van de, die leer je ja. Dan kennen. En dat was voor mij het punt om te zeggen, daar beginnen we niet aan. Geen trek in. Wat misschien iets zegt over mijn mentaliteit toen, van het moet dan waar en het moet echt zijn. Dus dat was afknapper van het hoogste niveau. Ja. Wat was je vraag ook alweer? Nee, je hebt hem min of meer beantwoord. Min of meer? Geloof, ja, okay. Of je met geloof is opgegroeid. Ja. Dus dat waren je momenten inderdaad van de toneelspel in de kerk, de ster van Bethlehem en natuurlijk de opmerking van deze emeritus. Emeritaat, ja. Dominee met emeritaat, met pensioen heet dat. Maar misschien ja. Ook wel leuk om te vertellen. En toen iets later, een paar jaar later, 2 jaar later, op de werkplaats kindergemeenschap Kees Boekenschool, waar dus die prinsessen al weg waren toen ik kwam. Maar daardoor is hij zo bekend geworden, want die Kees Boekenmeneer was een pacifist, een heel bijzondere school was het. Je zei dat je tegen de leraar en andersom. Dus allemaal heel open en makkelijk. Heb ik, dat is misschien toch wel leuk om te vertellen, ook in het kader van dit gesprek, Elkerliek gespeeld. Zeg je dat wat? Ja, dat zegt niets. Ja, en ja. Elkerliek is een echt Rooms-Katholiek lekenspel. Ja. En dat, want katholieken die mochten nooit iets aan het toneel deden ze nooit. Maar Elkerliek, dat bestaat ook, het stuk bestaat in Duits, Jederman. Het bestaat in het Engels, Everyman. En ja. Dat gaat over, jij weet dat natuurlijk, maar dat is wel leuk om te vertellen, over de mens. Ja. Dus Everyman, dus iedereen, Elkerliek, dat is iedereen. Ja. Dat mocht ik spelen, die hoofdrol, in het Middel-Nederlands. En dat gaat over een man die enorm veel feest en bacchanalen heeft en ontzettend tekeer gaat in het leven. En dan is het feest afgelopen en dan draait hij zich om en dan staat daar de dood. Ja. Mijn beste vriend Menno speelde dat weet ik nog, met zo'n hele grote cape, weet je wel. Ja. Ik ben dood. Ja. En die Elkerliek die schrikt zich dus helemaal te pletter. Ja.
En dan vind ik wel heel mooi bedacht. Wordt nog steeds in Duitsland wordt het elk jaar gespeeld. Jedermann. Alle grote Duitse Spiegel de zaligheid, hè? Ja, exact. Van Elkel. Exact. Ja. Ja. En dan gaat hij op zoek naar... dan zegt de dood, die zegt de dood die niemand aan de sparen. Ik ben de dood, die wat dat dat. Jij bent nu verdoemd. Maar, en dan gaat hij toe protesteren, een lange monoloog, protesteren. En dan zegt de dood, als jij iemand kan vinden die met jou meegaat, Elkerliek, die de moed heeft om naar Gods gerechtigheid om dat aan te durven, dan ben je vrijgesproken. Nou, dan zegt hij, dat is niet zo'n vreselijk probleem. En rent dan naar zijn beste vriend, en rent naar zijn vrouw, en rent naar iedereen die die kent. En je voelt de bui al hangen natuurlijk. Ze zeggen allemaal ja, dan horen ze van... He, dus hij begint met te zeggen, zou je met mij op reis willen? Ja, dat willen we wel. Ja. Vind je dat leuk met mij op reis? Dat vinden we wel leuk. Ja. En dan zegt hij waar hij naartoe gaat en dan haken ze allemaal af. Tot en met zelfs zijn vijf zintuigen. Zelfs die verlaten. Ja. Die verlaten, die zeggen we allemaal. He, dus alle vijf zintuigen zeggen, wij gaan niet naar de andere kant. Nou, en dan, ik weet niet wat er dan, ik geloof dat hij dan op de knieën gaat en dan beseft dat hij een zondaar is en dan vraagt hij genade en dan, nou ja, dan wordt hij gered net op tijd. Ja, mooi hè? Ja. Je groeit op, je was ook sportief, heb ik begrepen. Ja, of je speelde hockey in ieder geval. Ja, ik hockeyde een beetje. En ook een beetje een... Ja, ik was ook wel een beetje eenzaam kind thuis. En ik had een broer en die is 5 jaar ouder. Dus dat is best een groot verschil op die leeftijd. Hè? Want op het moment dat je dan naar de lagere school gaat, gaat hij al bijna naar de middelbare school. Dus dat is 5 jaar is een vrij... Dus ik hockeyde veel en voetballen en ik had er wel enige aanleg voor. Ja, ik heb een zoon, een oudste zoon, die heet Elwin. En toen die kleiner was, een jaar of 16 of zo was die toen. En toen hockeyde die in Engeland, want ik was gescheiden. En dat is natuurlijk allemaal niet zo best, maar het is wel gebeurd. En die begon, dat is het enige wat ik vond erg leuk. Aan de telefoon belden we altijd zondagavond. Maar begon die op te scheppen over het hockeyen. Leuk. En toen had ik er op een gegeven moment genoeg van. Want dat weet hij niet, dat is helemaal niet aardig van mij natuurlijk. Maar ik ben ook niet altijd aardig. En toen zei ik, ja, nou hebben we het wel gehad allemaal. Als vader dus, schandalig. Ja. Ik zeg, lieve jongen, ik heb wel in het Nederlands, in het Utrechts elftal gespeeld. Ja. Dat is de selectie, de voorselectie voor het Nederlands jeugdelftal. Toen was hij voor het eerste keer stil. Ja. Oh. Okay. Maar ja, dat was best aardig. Maar ik had het grote probleem, en dat is misschien wel de story of my life. Dat zie je dan terug ook in sport. Dat op dat hockeyveld was er een enorm gebrek aan... Ja, dat is mijn leven. Tot Jezus in mijn leven kwam. Dat is echt waar. Het is een beetje laat, maar het is echt zo. Het commitment... op het hockeyveld ontbrak. Ik had een goede techniek. Ik kon goed met een hockeybal omgaan. Maar als jij bijvoorbeeld de bal hebt en ik moet op je inbeuken om die bal af te pakken, dan is echt waar, dat heeft nooit iemand gemerkt, deed ik een stap opzij. Ja. Want ik had geen zin om... Ik heb ook nooit een blessure gehad. Nee. Nooit. Nee. Terwijl normaal ga je er naartoe en dan pak je die bal af. En dan weet je, een enorm commitment. Dan kom je dus op een echt niveau. Dus je zou het om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen dat het nog een wonder is dat ik het tot het Utrechts jeugdelftal heb gemapt, geslagen. Ja. En wat ik ook nog wel weet, is dat ik dan selectiewedstrijden deed voor het Nederlands jeugdelftal. Ja. In Hilversum was dat. En mijn vader kwam nooit kijken, mijn moeder kwam niet kijken, mijn broer kwam niet. Ja, nou, het is niet leuk. Ik was er alleen. Ja. En ik speelde dan rechtshalf, moet je je voorstellen. En daar, Kiki Tolen heette die jongen. Man, is nou een man. En daar werd ik maar dan ook letterlijk helemaal door weggespeeld. Die pakte de bal, jij bent mij. Ja. En die legde de bal daar neer, liep er omheen. Ja. Dat is echt erg dan. Ja. En zette voor. En dat 26 keer achter elkaar. Ja. Dus ik heb ook nooit gevraagd of ik geselecteerd was. En mijn enige consolatie was van het hele verhaal. Hij heeft ook het Nederlands... Niet het Nederlands jeugdelftal, hij heeft het Nederlands elftal gehaald. Ja, precies. Dus als ik hem dan zag spelen, dacht iemand, ik, nou, dat kan nog een heel klein beetje. Dat kan, hè? Dat kan nog. Maar hockeyen, dat was, dat doet ook nooit meer. Ik heb het nooit meer gedaan. Nee. Ja. Wanneer kwam je erachter, of werd het je duidelijk dat je buitengewoon talent had voor acteren? Nou, je zou kunnen zeggen dat mijn moeder was een hele goede amatrice. Die kon echt heel goed toneel spelen. En die merkte wel dat het met Freddy, zo heet ik toen nog, niet goed ging. Hm.
Het werd maar niks. Ik heb de school ook niet afgemaakt. Dat is echt een puinhoop. En dus die hoopte maar dat ik iets anders kon. En toen ze ontdekte dat ik Longinus een beetje leuk kon spelen. Maar toen ze Elkerlijk gezien had, dus op de school, toen had ze wel, hij zou wel eens naar de toneelschool kunnen, hopelijk dat dat dan kan. En ja, ik vond Elkerlijk is echt een moeilijke rol. En het was allemaal het Middel-Nederlands, dus het Oud-Nederlands. Ja. Lastig. Toen denk ik zo'n beetje. Ja. En je moeder heeft dat dus gestimuleerd, dat begreep ik. Want gaf mij ook voordrachtslessen. Ja. Ja, dat deed ze. Het is een schat van een vrouw en zeer talentvol en met een prachtige stem. Maar, en ik zeg dit, God hebben de ziel, maar dat is ook het leuke van zo'n interview, dat je iets met elkaar kan delen wat mensen misschien thuis herkennen. Dan denk ik zo, oh ja, dat heb ik ook. Dat deed ze eigenlijk achteraf gezien, hè? Ja. Heel slecht. Ja. Ja. Dan kan u wel zeggen, oh, mijn moeder en voordragen. Nee, nee, en dan moest ik in thuis mijn gedichten voordragen en dat soort dingen. En achteraf gezien, omdat ik zelf nu heel veel lesgeef ook, als toneelscholen en zo, heeft ze dat veel te veel mij verteld hoe ik dat moest doen. Oké. O zon, gij komt mij weer genezen. O vreugdevolle zomerwind. En nu wil ik gelukkig wezen. Nou, zo hoeven Ademan van Schelten maar. Maar dus erg veel, en dat heb ik heel erg duidelijk geleerd, misschien uit die periode wel, ga een kind niet te veel vertellen hoe die het moet doen. Nee, precies. In plaats wat ik ook met mijn leerlingen doe. Eigenlijk zeg ik ook als regisseur nooit hoe iemand iets moet doen, maar wel, wat doe je? Waarom hebben wij spreken? Jij hebt een tekst, dan zeg ik niet, je moet anders zitten of je moet in een rol, hè, dat bedoel ik. Ja. Maar je moet dat anders doen, maar ik zou bijvoorbeeld aan jou vragen van, waarom vraag je dat eigenlijk aan Frederik? Of in de rol, waarom vraag je dat aan die anderen? Ja. En dan zie ik het gedrag veranderen. Dan zie je ineens dat er met de intonatie wordt anders. Nou, en dat is. Maar mijn moeder heeft het iets te veel allemaal. Goed bedoeld. Ja, ontzettend goed bedoeld. Dus daar is dus niets. Nee, maar achteraf gezien van zo doe je dat. En dan ga je naar een toneelschool toe. In Arnhem was dat. En daar verzoop ik, omdat het eigenlijk al een trucendoos was geworden. Het was eigenlijk al van, zo doe je dat, zo. Ik heb elke liedje gespeeld, dat gespeeld, dat gespeeld, dat gespeeld. Ja. Mijn moeder heeft mij leren voordragen. Ik deed ook mee aan, bestaat niet meer geloof, voordrachtswedstrijden in Bilthoven. Ja. En daar werd ik nooit eerste, wat ik heel pijnlijk vind, maar derde of zo. Schandalig. En gedichtje voordragen. Ja, maar, sorry. Ja, je doet ook mee, ik weet het, sorry. Ik zit de hele tijd doorheen te kwekken gewoon. Nee. Oké, excuus. Nee, helemaal geen excuus. Helemaal niet. Het is gewoon lekker spontaan gesprek. Zo zien we het. Nee, maar dus dat talent is ontdekt. Je versoop. In welk opzicht versoop je op die school, die toneelschool? Nou, dat versoop in Freddy, om het zo maar te zeggen, dacht al dat hij wist wat acteren is. En dan krijg je, dat zie ik ook bij leerlingen wel eens, Dan krijg je een. Dan wordt het al acteren. Okay. Het is al zo hoort dat gedaan te worden. Ik merk ook wel eens aan leerlingen, dan vraag ik ook wel eens: goh, heb je een andere opleiding gedaan? Nou, dan zegt zo'n meisje heel lief met heel veel talent. Die zegt: ja, ik heb al 12 musicals gedaan, 7 toneelstukken en ik heb 3 rolletjes gespeeld in een televisieserie. En dat is precies wat ik niet altijd, maar heel vaak wat ik dan precies zie. De trucendoos is al het mechaniek. Ja. Van hoe je dat moet doen. He, zoals jij denk ik ook ontdekt hebben als prediker. Dat je op een gegeven moment denkt dat je nog misschien zo moet het. En langzamerhand wordt het helemaal jezelf van jezelf. Maar dat is natuurlijk de kunst van acteren. En ik heb er soms, 72, soms nog last van. Ook omdat de toneelschool waar ik later kwam, daar ook nog te veel werd uitgegaan van zo moet je het doen. Oké. En jij bent er geen voorstander van, begrijp ik? Nee. Nee, nou, ik heb een hele lieve vrouw, die heet Marja en die kan heel goed toneel spelen. En die vindt ook als ik regisseer dat ik daar soms iets te ver in ga. Dus ik blijf maar zoeken totdat de andere het ontdekt. Ja. En die zegt dat op een gegeven moment, Jan, als je nou gewoon nu een glas water drinkt, dan zijn alle problemen zijn opgelost. Ja. En dan zit ik als regisseur zo te kijken van, en ik me zoeken, weet je, misschien hou je een pauze en misschien vind je het niet leuk. Ja. Met de hoop dat jij dat glas water, als regisseur, dat jij glas water gaat drinken. Ja. Gebeurt niks. Nee. En dan zegt Marja, dat doe ik van de buitenkant naar de binnenkant. En ik doe van de binnenkant naar de buitenkant. En dan zegt Jan, als je nou een glas water drinkt, is alles klaar. Zo. Ja. Maar op een gegeven ogenblik heb je die school wel afgemaakt? Ik heb in de Arnhemse toneelschool ben ik, dat was toen nog de gewoonte, bestaat niet meer. Dan werd je in september begon de opleiding.
En dan in december, best pijnlijk met kerstmis, was er al een eerste schifting. En dan ben ik met kerstmis van in Arnhem van de school afgestuurd. Oké. Okay. Dan word je gewoon geponk en dan zit je thuis. Ja. En dat kwam hard. Dat kwam hard binnen. Ja. Ja. Omdat je toch al een beetje je hart in het acteren. Ja, als je natuurlijk op school zit en je leidt gezichtsverlies. En het was ook heel pijnlijk. Het was een beetje ook bewonderlijke directeur die ze toen hadden. Maar lang verhaal echt heel kort te maken. Dan moet je daar beneden met zijn dertiger geloof ik zitten. En dan werd er bepaald wie er overging. En de mensen die het eerst geroepen worden, werd gezegd, hè, die gaan over. En de mensen die gaan niet over. Oh, dus ik werd als eerste geroepen. Ja, nou. En ik loop stralend zo die trap op. En ik ging daar zitten. Ja, van, mensen, nou, en vertel met het maar. Dus vertel het maar. Ze zeiden, jullie zijn eruit. Vervelend. Ja. Nou, die zag ik dus helemaal niet aankomen. Nee. En Maar die toneelschool, ik herinner me een uitspraak van Joop Doderer. Heel ver. Ik wou net zeggen, nu gaan we generaties Nee. Okay. Ik let op mijn woorden. Okay. Maar dat was ver voor jouw tijd. Nou ja, ik heb met hem gewerkt ook. Ja, een leuke man, absoluut. Maar die vertelde op zijn eigen manier natuurlijk van ook die nam de toneelschool ook een beetje de moderne op de hak. Hij zegt, dan moest je een vallend blaadje nadoen. Ja. Een vallend blaadje. Ja, ik geef nog wel eens training aan het bedrijfsleven. En daar doe ik ook iets aan acteren. Daar ga ik via het acteren naar communicatie, naar gedrag, naar hoe managers met elkaar omgaan. En dan ga ik zitten voor die groep. Ik zeg, nou, Frederik de Groot, ik ben acteur. We gaan iets doen aan acteren. En dan zie je die ogen en dan zeggen, we gaan geen vallend blad spelen. Nee, en dan zie ik aan opluchting. Ja. Ja, nee, maar whatever. Dus ik op het strand liggen en er bij een zeil wat dan opgepakt wordt door de wind en zo. Helemaal niet. Ja, goed. Maar ik zeg altijd meteen, dat gaan we dus niet doen. Geen Shakespeare, geen Vondel, geen Elkerliek. Nee. Maar we gaan iets heel... Dan laat ik ze improviseren. En dan via het improviseren ontdekken ze heel vaak, heel klein beetje, hoe hun gedrag in het dagelijks leven in elkaar zit. Dat is wat ik dan doe. Ja. Bij Finch is een prachtig bedrijf in Vinkeveen. Ik doe dat regelmatig. Het is ontzettend leuk om te doen. Te doen, ja. We gaan er niet bij alle dingen stilstaan, anders dan hebben we helemaal geen tijd over. Ja, maar je begint... zit, dat is... ja, ik heb een hele waslijst. Maar dat heb je gaat... met die artiesten. Die het gewoon ik wist over, het. Ik voordat wist... je het weet. Ik heb ook 4 paracetamolletjes ingenomen. Heel goed. Nee, maar het is op een gegeven moment, je carrière gaat een vlucht doormaken. Hè? Je groeit langzaam door naar rollen, je krijgt bekendheid enzovoort. Maar ik heb ook gelezen dat er toch een zoeken bij jou was. Ja. Los van het succes, het uiterlijke succes, had je toch een drang. Je was op zoek. Ja. Had je, wist je waarnaar je op zoek was? Of was het gewoon onbewust iets van... er is iets meer, maar ik weet niet wat. Maar ik ga erachter komen. Of ik wil dat. Ja, ik noem het dan voor het gemak. Ben altijd wel, en waarschijnlijk door een iets gecompliceerde jeugd, die niet altijd even leuk was, altijd wel op zoek geweest naar zingeving. Waarom, wat, waartoe, enzovoort, enzovoorts. En wat je zegt, heel lief hoor, je doet dat ontzettend sympathico om te zeggen van een grote carrière. Maar ik heb dan uiteindelijk Amsterdamse toneelschool gedaan, eindexamen gedaan. Nou, dat slaan we even over. Maar toen ben ik al heel gauw, kwam ik in de Jordaan in Amsterdam een jongen tegen. En die begon te kwekken tegen mij over meditatie en een guru Maharaji. En die jongen was toen 13 jaar en dat was een Indiase guru. En die is naar Amerika gekomen, naar Europa gekomen. En nou, ik ben in die scene terechtgekomen. Ja. En dan ging ik 's avonds mediteren. Satsang heette dat, naar wat je tegenwoordig een bijbelschool zou noemen. Ja. Maar hoe zit het leven in elkaar? En dat heeft zo sterk werd dat belangrijk voor mij. Dat ik had net een contract bij het Publiekstheater. Dat was het gezelschap wat geleid werd door Hans Corset. En ik speelde daar in 2 producties. King Lear, een kleine rol. En een kleine rol in The Midsummer Night's Dream. Ook van William Shakespeare. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment, om het echt heel kort te houden, simpel te houden, heb ik zo in paniek en zo bezig met de essentie van het leven te vinden. Want in die guru-periode werd toch wel gesuggereerd, nou, als je nou een paar jaar een beetje goed mediteert, vind je jezelf, vind je verlichting, vind je, wat eigenlijk het boeddhisme de meditatie aanbiedt. En toen heb ik een enorme stap genomen en toen heb ik contractbreuk gepleegd. Okay. Maar niet een beetje.
Okay. Dus als Hans Corzijn nog kijkt naar dit programma van jullie, wat zou kunnen. Ik heb mij nooit meer gesproken als directeur. Die heeft me zelfs 's nachts een keer opgebeld en zei: Frederik, ga niet weg. Ik spreek nu als je vader. En ik ging weg en dat was echt heel pijnlijk. Dus ik heb zelfs nog met zijn vader, met Max Corzijn, op het toneel gestaan. De laatste keer dat ik in King Lear stond. Ja. Moet je je voorstellen dat hele gezelschap in de Amsterdamse stad Schouwburg wist wat er aan de hand was. Ja. Frederik de Groot gaat morgen, gaat weg. Het is echt heel fout, helemaal fout. Er is niemand die me tegenhield. Niemand die mij tegenhield. Nee. En ik kwam dat toneel oplopen, ik zal het nooit vergeten. En ik weet nog dat ik alleen maar dacht, zo'n monoloog van 2 bladzijden. Ja. Koning van Frankrijk speelde ik begin van het stuk. En Corzijn die stond daar als King Lear. En het enige wat ik weet, wat er ook gebeurt, ik ga me niet vergissen erin. Niet met tekst. Het is mijn laatste keer. Ja. En er was zelfs nog een heel bekend acteur die mij toefluisterde in donker: Frederik, doe dat niet, want het gaat je carrière kosten. Maar ik snap wel wat yoga, ik snap wel dat je op zoek bent naar iets spiritueels. Nou, dat was ik. Ja. En ik stap dat toneel op. En die monoloog, en die monoloog, en die monoloog, die ging. En Corzijn die draait zich in de rol. Dat is de vader van Hans Corzijn. Dat is ook de vader van Gilles Corzijn. Ja. En die draait zich om. Die moet dus als King Lear moet die antwoord geven. Ja. Tekst kwijt. Die was helemaal zijn tekst kwijt. Omdat niemand meer naar mij keek in de rol. Nee. Iedereen keek naar Frederik. Ja. Dus die keek me echt aan van... En die zag je denken van, oh, nu moet ik. Ja. En ik ben het gedaan, ik ben weggegaan. En dat heeft, daar ben ik niet trots op, maar het is gebeurd. Voorpagina van de Telegraaf gehaald, acteur volgt Kourou. Ja. Henk van der Meijden met een groot artikel. Ik ben naar Amerika gegaan. Hij was dan een groot festival. Maar ik was dan, en dat is misschien ook een beetje waar het ook in het geloof over gaat. Toen ik tot bekering kwam, dat heel veel vrienden van mij gezegd hebben: Frederik, weet je wel waar je mee bezig bent? Want straks begint het hele verhaal. Krijg je spijt, begint het hele verhaal weer opnieuw. En toen, ik was in staat om mijn broer, mijn moeder, de buren, bij wijze van spreken. Iedereen hield van de guru, iedereen ging naar Amerika. Dus ik ben later daar gekomen. Nou, weer teruggekomen en toen op een gegeven moment ontdekte ik dat het niet was. En dat vind ik misschien toch wel heel leuk en is ook wel leerzaam voor mensen hoe dat kan gaan in het leven. Waar werd ik nou wakker? Want ik was dus, ik sliep om het zo maar te zeggen, achteraf gezien. Ik werd wakker op het moment dat ik wilde, ook bij mijn vrouw weg, toenmalige vrouw. Ik wilde in de ashram, laten we zeggen in de tempel wonen. Ik wilde de guru dienen. Ik wilde desnoods letterlijk de wc schoonmaken. Hier stoppen we. Want daar gaan we straks mee verder. Want we hebben een prachtige cliffhanger nou. Oké. Okay. Want de A. Oké. Okay. Goed. Marcus?